Hallo iedereen. Ik ga proberen weer een video te maken over advies voor de volgende week. Ik hoop dat het een stuk korter gaat zijn dan de vorige keer. Maar de vorige keer heb ik verschillende dingen snel uitgelegd, zoals verliefdheid versus ware liefde, inpassen, wat dat is en hoe het tot stand komt. Burn-out, door passie groeien, doelliefde, verlangen naar verlichting. En angsten aantrekken. Dus ik heb heel veel. Ik heb niet alleen gewoon kaartjes getrokken. Ik heb eigenlijk van alles vorige week ook uitgelegd. Het is daarom misschien ook wel een beetje een te lange video geworden. Maar ik hoop dat dat nu minder gaat zijn. Ik ga minder uitleggen. Ik ga gewoon meer uit het boekje lezen. En ik ga niet meer mijn eigen visie geven. Jullie hoeven niet alles aan te nemen van wat ik zeg. Dus neem wat er voor jullie resoneert. En als er iets resoneert of jullie willen feedback geven, zou dat eigenlijk wel heel fijn zijn. Want ik ben hier gewoon maar wat aan het doen. En ik weet niet eens of het überhaupt aankomt, of het zin heeft, of jullie daar iets aan hebben, of wat dan ook. Dus, en het kost mij toch wel veel moeite ook wel, het kost mij tijd en weet ik veel wat. Dus als het resoneert, zou het wel heel fijn zijn dat jullie iets zouden zeggen daarover, of iets laten merken, weet ik veel wat. Ik heb twee kaartjes getrokken deze week van twee verschillende decks. Dus jullie zien hier eerst het eerste kaartje. Wijsheid van het goddelijke vrouwelijke. Ik heb trouwens een standaard gekocht van de wereldwinkel om mijn kaart in te zetten. Ik ben daar heel blij mee. Ik had wel eigenlijk iets anders voor ogen, maar het is beter dan niks. En zo blijft dat toch blijkbaar staan. En nu lukt het me dan toch om gewoon die video van mij af te draaien, maar als ik gewoon naar die eerste kaart kijk, dan zie ik eigenlijk wel een vervolg van vorige week, waar ik vorige week over heb gesproken, over je passie volgen en weet ik veel wat. Ik heb dat allemaal uitgelegd. En als ik haar zo zie, dan voel ik zo'n gevoel van ten eerste dat het goddelijk vrouwelijke tegen jullie zegt van, je bent gezien, je staat er niet alleen voor, ook al denk je dat misschien soms. En ze zegt ook dat jullie moeten doorzetten. Dus het is misschien niet gemakkelijk, dus je passie, je zielsroep volgen, is heel erg belangrijk. Maar ze vertrouwt erop dat het voor jullie goed komt. Dus ga het gewoon aan. En het is misschien niet helemaal gemakkelijk, maar het komt wel goed. Ik ga nu gewoon alles gewoon letterlijk voorlezen. Het is relatief veel, ik zal jullie laten zien. Dus hier, dat is dit, tot en met daar. Dus dat is eigenlijk best veel, maar ik ga het toch gewoon voorlezen. Is gemakkelijk voor mij, sorry. Goddelijke vrouwelijke wijsheid geeft u de kracht om te groeien in uw visie, dromen en vervulling van uw levensdoel. Dus het is echt heel mooi dat ik deze kaart heb getrokken. Dat is echt bij toeval. Want het gaat echt voort op wat ik vorige week heb gezegd. Misschien hebt u voor uzelf een heel ander leven voor ogen dan u nu ervaart. De wijsheid herinnert u eraan dat u zelfs de meest bijzondere dromen kunt ervaren als realiteit, als u bereid bent te groeien naar wat u wenst te worden, wat u graag wilt zijn. Wacht. Laat alle plannen over hoe u uw dromen het best kunt manifesteren los. En laat in plaats daarvan het leven u leiden en voeden aan de hand van uw dagelijkse ervaringen. Het universum ondersteunt uw goddelijke bestemming en helpt u alles te worden wat u moet zijn. Als de wijsheid van het goddelijke vrouwelijke u de hand reikt, is de boodschap duidelijk. U bent bezig meer hemel op aarde te worden. Soms gaat de vreugde over dergelijke groei gepaard met groeipijn. Misschien maakt u zich zorgen. Denkt u dat uw pijn een teken is dat u iets verkeerds doet? U ziet uw lijden misschien als teken dat de frequentie waarop u werkt niet hoog genoeg is. Maar hoeveel spirituele meesters op deze planeet hebben veel geleden en daarnaast ook heel veel liefde en vreugde gekend, tijdens het vervullen van hun goddelijke bestemming. Groeipijn is slechts een onderdeel van het vrouwelijke pad van creatie, van doorbreken wat te klein geworden is voor u. Er is vreugde in de uiteindelijke vrijheid, maar de daad van het doorbreken kan soms pijnlijk aanvoelen. Als dingen moeilijk zijn of als u twijfelt, als u de behoefte hebt om iets te doen waar u bang voor bent en wat u uitdaagt tot in het diepst van uw ziel, hebt u last van groeipijn. Die gaat voorbij en u zult baat hebben bij de groei. Weet echter wel dat hoewel dit probleem in uw leven is, het goddelijke heel dicht bij u is.
u stimuleert en u gelooft, zoveel dat u een harde les leert. U kunt het aan, hoe lang het ook mogen duren, en het zal niet voor eeuwig zijn. Dit orakel brengt u ook een boodschap van hoeveel het goddelijke, vrouwelijke van u houdt, en u wilt helpen te groeien naar, met zo min mogelijk verworsteling en zoveel mogelijk vrede. Als u niet naar haar luistert, maar ervoor kiest om te geloven in angst, bent u misschien doodsbang voor uw groeipijn. U bent er niet zeker van dat die ooit over zal gaan. U twijfelt misschien aan uw vermogen om tegenslag om te zetten in triomf. U verliest mogelijk het vertrouwen in plaats van erop te vertrouwen dat het leven het beste met u voor heeft en dat u in staat bent om iedere uitdaging aan te gaan. In plaats van te vertrouwen, denkt u misschien dat de wereld niet veilig is. Daardoor raakt u verstrikt in zelfvernietigende, zelfbeschadigende patronen. Hoewel dit u misschien tijdelijk vertrouwde bevrediging geeft, zullen deze patronen uiteindelijk betekenen dat u blijft worstelen en lijden, onder het gewicht van verslaving of emotionele pijn. U verdient zoveel beter dan dat. Het goddelijke vrouwelijke spreekt nu tot u en belooft, als u bereid bent iedere dag van uw leven aan te passen aan het vertrouwen op de omstandigheden waar u voor komt te staan, dat ze u zal leiden naar een mooiste goddelijke bestemming. U kunt haar vertrouwen. Ze wil voor u alleen maar de beste en mooiste levensreis. Een reis die perfect is voor alles wat u bent en alles wat u kunt zijn. Uw hart klopt in een perfecte ritme met het hart van de liefde en de kern van ons universum. Vertrouw uw hart en vertrouw het leven. Alles vordert prachtig terwijl u nog dieper in uw goddelijke vervulling wordt geleid. Dat is een aanroeping. Ik roep de wijsheid van het goddelijke vrouwelijke aan en vraag de zegening van koestering, ontwikkeling, evolutie en groei naar de beste en mooiste goddelijke bestemming. Door haar liefdevolle genade word ik begeleid, beschermd en geholpen om alles te worden wat ik kan zijn. Met dankbaarheid en vertrouwen in de flow van mijn leven ontspan ik en ga ik op reis. Daardoor help ik om kalmte en bewustzijn in de wereld te brengen voor het grotere goed. Amen. Dus dat was de eerste kaart. Ik heb er nog een getrokken uit een ander deck. Moet ik mijn niet om laten vallen? Zo. Als ik naar die kaart kijk, krijg ik het gevoel van een soort van foetus die op het punt staat om te geboren te worden. En die geboren worden is eigenlijk in een soort van kosmische eenheid, denk ik. Dus, en we worden daarbij begeleid. En we worden daar, ja, we moeten de roep van onze innerlijke stem volgen om doorheen de duisternis naar het licht te gaan, naar eenheid, kosmische eenheid met alle mensen, met de hele schepping. En ik ga weer gewoon voorlezen wat er allemaal staat, dus ik ga het u weer laten zien. Dus dit, ik ga, dus die zijn wezenlijke betekenissen is er dan. Boodschap van het orakel, boodschap van de relatie, boodschap voor voorspoed, boodschap voor bescherming. Dus ik ga die allemaal voorlezen, dus het is misschien een beetje saai, maar ik ga het niet meer zo lang maken als de andere keer, of ik hoop dat toch. Wezenlijke betekenissen. Iets moois dat je niet hebt verdiend en niet verwacht, genade is een onverwacht geschenk van spirit. Boodschap van het orakel. Er zijn momenten in het leven waarop het lijkt alsof er vanuit het niets van alles op goddelijke wijze wordt geregeld. Je voelt je gezegend op een manier die je moeilijk onder woorden kan brengen. Het is alsof de Rode Zee zich voor je in tweeën splijt en gebeurtenissen samenvallen die op een gemakkelijke en natuurlijke manier je zorgen wegnemen. Diep van binnen weet je dat er niets voor hebt gedaan en toch gebeurt het. Dit is een van die momenten. Ontvang al je zegeningen en met eerbied en dankbaarheid en laat je hierdoor leiden. Dus dat is nog een keer gewoon duidelijk zeggen. Ik heb dus een boodschap gechanneld voor iedereen die deze video ziet deze week. En het is dus voor deze week dat het advies opgaat. Boodschap voor de relatie. De intimiteit van je relatie verdiept zich op een unieke en gewijde manier. Je weet dat het de bedoeling is dat je deze verbinding aangaat. Deze eenheid, goddelijk gezegend, zorgt voor manifestaties en schoonheid in de wereld.
Dit is ook een teken, en zelfs belangrijker, je wordt geroepen om een diepere intimiteit met jezelf en spirit aan te gaan. Door deze nieuwe ontwikkelingen zie je dat genade in je leven duidelijk wordt. Boodschap voor voorspoed. Onverwachte meevallers en goed geluk komen nu naar je toe. Je bent in een fase van je leven waar moeilijkheden of obstakels die je succes hebben belemmerd, als vanzelf lijken te verdwijnen. Wees bereid om te ontvangen en er wacht veel goeds. Accepteer de zegeningen die je nu ontvangt en vergeet niet om ze te delen. Boodschap voor bescherming, ik vind die meestal altijd goed, tenminste bij de dierenkaartjes vind ik die altijd heel goed. Je moet nu nederig zijn omdat genade een geschenk is. Je hebt dit niet verkregen, omdat je dit wens hebt of door je daden. Om te zijn wie je moet zijn, kun je niet langer doen wat je deed. Eigenlijk ben je tot de bodem gegaan en nu moet je niets anders doen dan je helemaal overgeven. Dan zul je worden gezegend. Ja, het is inderdaad dat geboren worden, dat gebeurt via overgave aan het goddelijke, aan de bron binnen ons, binnenin ons, onze innerlijke stem. En zoals ik al zei, dan als je geboren wordt, dan komt er vanzelf goeds op je pad. Mocht deze lezing met jullie resoneren, kunnen jullie dan iets laten weten, een duimpje of weet ik veel wat. En als jullie denken dat het erop is, ik wil wel weten of het in het collectief echt zo is zoals ik denk dat ik hier nu channel. Dus wat ik allemaal de voorbije weken heb gedaan, dan zie ik daar wel echt een lijn in. Dus dan lijkt het wel echt iets consistents te zijn. Ik weet niet wat ik nog meer moet zeggen. Dus, ik kan misschien toch nog een keer zeggen. Maar ik heb gisteren gevraagd voor steun. Omdat ik hier weg wil. Ik ga eens even kijken. Ik heb jullie gezegd dat ik eigenlijk blut ben. Ik kan mijn medicatie niet betalen of mijn facturen niet betalen. En ik ga nog een keer mijn rekeningnummer zeggen. Ik weet niet of als ik die laat zien, of je dat dan... Je kunt dat toch letterlijk gewoon lezen. Ja, ik was altijd bang dat dat gespiegeld ging zijn, dus dat het geen zin had om dat gewoon te laten zien. Maar dat heeft dus... Ja, je ziet dus wat een vaktechneut ik ben, maar niet heus. In ieder geval, ik wens jullie een hele fijne week en dan hopelijk tot volgende week. Bedankt.